We staan nog steeds op 8 personen die middels een test zijn bevestigd positief COVID-19. Ik mag u zeggen dat het 8e geval, net als alle andere gevallen, in isolatie in het Wanica ziekenhuis is geplaatst. Het managementteam heeft zijn eigen leden die weer op hun beurt ook in eigen vergaderingen zitten. En enkele van de leden hebben dus toen contact gehad met de laatste positieve case. Daarom zijn zij meteen toen de testuitslag binnen was in thuisquarantaine geplaatst. Het gaat nu een kwestie zijn van afwachten. En als de symptomen beginnen te vertonen, klachten, dan gaan die mensen ook worden getest om te kijken als zij positief zijn. Ik ben niet thuis. Ik heb mij afgezonderd ergens anders. Ook zo de mensen die elke dag heel dicht bij me zijn, dat denk ik aan mijn loopploeg. Mijn kleine staf, die zijn ook allemaal in zelfquarantaine. We wachten op meer instructies. Ik wil een ieder bemoedigen en ook geruststellen dat het goed met ons gaat. Geen van ons heeft symptomen. We werken alles uit conform de regels van VG. En dat is dus wat we doen. Het moment dat wij getest moeten worden, zullen wij ons ook daaraan onderwerpen. Maar tot zover doe ik van hieruit mijn werk. En u ziet dat het kan binnen 1, 2, 3 gebeuren. Je bent vandaag hier, je doet normaal je werk, je houdt je aan de regels. En morgen hoor je dat je in quarantaine moet, omdat je met iemand in contact bent gekomen die positief getest is. Het gedrag van het virus in de wereld verandert natuurlijk ook weer de strategie, verandert ook weer de aanpak. Nu heeft de WHO gesteld per gisteren dat er niet meer wordt gesproken over een hoog en een laag risicogebied. Vanaf gisteren wordt elk land gekenmerkt als een hoog risicogebied. We hebben nu te maken met een pandemie. Maar er is tot nu toe met deze korte periode nog geen medicijn aangegeven dat je kan zeggen, bam, dit maakt het virus dood. En dat denk ik ook niet dat men op gaat komen, omdat als u nagaat met ook andere virussen, heb je alleen remmers. Je hebt geen doders, je hebt remmers. Maar men heeft wel van de vele dingen die men heeft geprobeerd, een paar geïdentificeerd. Waarvan sommige in combinatie, sommige in enkel vorm. En naar al die verschillende kijken ze. En natuurlijk kijken wij ook mee naar die verschillende opties. Een van die opties waarnaar mee is gekeken, is dus ook het medicijn uit Cuba, interferon. Omdat sommige landen daarvan wel vinden dat zij daar positieve ervaringen mee hebben. Sommige landen vinden dat niet. En natuurlijk moeten wij als land, als Suriname, wij hebben niet die grote instituten en die geweldige laboratoria mogelijkheden. En dan varen we mee op het kompas van andere landen waarmee wij ook goede ervaringen hebben. Wat weten we dat wel werkt? Handen wassen. Wat weten we dat wel werkt? Social distancing. Wat weten we dat wel werkt? Hygiëne. Hou je omgeving schoon. Was je handen. Als je geen sanitizer hebt, gebruik alcohol. Ik weet dat in die buisjes ook een beetje opgeloste alcohol zit. Dat weten we wel dat werkt. Dat werkt preventief. Er is tot nu toe niets dat behandelend werkt. Wat ik wel wil zeggen is dat er supportive care is. Er is ondersteunende care. Ik mag mededelen, en we zijn ook zeer verheugd daarom, dat de twee cases die positief bevonden waren en op de intensive care unit hebben gelegen, vandaag al aan het recoveren waren, al aan het beter worden waren en vandaag zijn overgeplaatst naar een andere unit waar zij kunnen recoveren, bij kunnen komen en dan zal met
de protocollen gewerkt worden waarbij wij de mensen nog even zullen volgen. En zodra zij 2 negatieve testen hebben aan kunnen tonen, zijn de personen dus vrij verklaard. Dat stemt in elk geval alvast goed.